Helemaal voor een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en vandaag ga ik weer naar stage. Ik ben echt moe, maar goed. Maar ja, we gaan door. Helemaal, ik ben thuis van stage. Het is trouwens dinsdag, by the way. Maar mijn lens is weer ging ergens super goed. Morgen gaat ze me beoordelen, dus... ja, dat is niet echt top. Hallo allemaal, welkom weer een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. Vandaag weer een stage. Ja, vandaag wordt het beoordeeld als toets voor mijn oefenopdracht. Nou ja, dat niet als het goed is, dat gaat het zomaar doen. Want volgende week moet ingeleverd zijn. Dus dat. Ik heb het nu al warm en ik ben nog niet eens buiten geweest. Maar goed, ja, meer weet ik even niet zeggen. Ik kan alleen zeggen dat ik kapot ben en dat mijn benen er geen zin meer in hebben. En dat ik eigenlijk nog de hele week, ja, ik moet nog de hele week. Uiteindelijk moet ik daar wel weer sterker van worden, mijn benen nu veel van nee. En dat ik zeg ja, maar goed. Ik merk wel dat ik het hele weekend gewoon lang op mijn benen heb gestaan, waardoor ik nu al moe ben. Dat ik eigenlijk vaak aan het eind van het weekend pas echt denk van, oh, nu was het maandag alweer, want ik heb het hele weekend gewerkt. Maar goed, gelukkig ben ik zondag een dag vrij. Dat is heel weer. Ik heb er iets minder last van. Dus dat. En dan allemaal ook weer een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag, dus vandaag ga ik weer naar de BSO. En vandaag ga ik video's opnemen. 3 om precies te zijn. En ik ga vandaag mijn oefenopdracht inleveren. Nog eventjes wat kleine aanpassingen doen. En ik moet nog iets doen, maar ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik zie het wel. Dus ja, en ik heb vanavond een werkoverleg van mijn baantje. En Sonja gaat ook mee. Dus, maar dat hebben we pas om 7:30. Maar goed, dat. Ik heb geen zin om naar de BSO te gaan, eerlijk gezegd. Maar... goed, ik krijg ervoor betaald, dus prima. Ik ga binnenkort wel degene mailen met wie ik contact had, omdat ik binnenkort mag stoppen. Dus, dat. Ik zal jullie even mijn auto laten zien. Dit is hem. Dit is ook voor het werkoverleg vast, een beetje netjes, want als hij ook netjes blijft, dan ben ik blij en anders doe ik een ander shirt op. Goed, de rok doe ik sowieso ook aan. Want het wordt op zich best warm. Nou, ik werd vanmorgen wakker van een partij storm, jongen. Ging niet normaal, maar goed, dit is het. Nou jongens, ik heb zojuist de 3 video's opgenomen. Morgen moet ik ook weer 3 opnemen. Nou, moet niet, maar morgen ga ik er gewoon 3 opnemen. Nou ja, eigenlijk moet het wel, want ik moet gewoon echt vooruit filmen, aangezien ze hier binnenkort gaan verbouwen. Dan kan ik hier niet gewoon rustig gaan zitten en gaan zitten filmen. Dus ik moet echt vooruit filmen. Want ik weet niet. Ja, ze zijn tot 17 juni sowieso bezig. En daarna heb ik eigenlijk vakantie. Dus ik wil gewoon zoveel mogelijk vooruit filmen. Dus dat. Maar goed, ik ga nu zo eerst mijn video's editen. En dan ga ik daarna mijn oefenopdracht inleveren. Ik ga vast een begin maken aan een moodboard. Dat ging ik doen. Ik ga mijn mentor even appen. En dan is het alweer bijna tijd om iets voor... ja, nou ja. Ik had gehoopt dat ik om 11:00 klaar zou zijn, maar het is nu al bijna 10:30. Dus het zal hem wel niet worden. 11:30 op zijn minst. Op zijn laatst. Daarna niet meer. Dus dat. En we hebben ook weer een nieuwe dag. Dus vandaag vrijdag. Vandaag ga ik weer 3 video's opnemen. Ik moet iets nog voor school doen. Want we zijn er vroeg of dat we ons een moodboard willen maken. Zodat dat kan laten zien tijdens de diploma-uitreiking. En... ik moet vanavond werken, maar ik moet om 6:30 al zijn, dus dat. Zo van hoe ik elkaar pak. Ik ben een filmpje aan het maken. Wacht, ik kijk niet. Oh. Helemaal, de vlog loopt iets anders af, want sinds gisteren na het onweer doet ons wifi-modem het niet meer. En nu moesten we een nieuwe modem aanvragen.
Waardoor we nu dus zonder internet zitten. En zonder internet kan ik mijn video niet uploaden. Dus sluit ik hem nu af. En ga ik proberen om deze weekvlog vanavond, of ja, eigenlijk vanavond te uploaden als in onderwerktijd. Dus dan weten jullie dat. Dat hij vandaag, dat hij er 2 dagen eerder is. Omdat we gewoon geen wifi hebben. En aangezien ik op mijn werk hopelijk wel een wifi heb, zal die of vanavond of morgen online komen. Dus dan weten jullie dat. In ieder geval niet op zondag. Want op zondag ben ik niet op mijn werk. En ja, vandaag en morgen wel. Dus vandaar. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie deze weekvlog toch enigszins leuk vonden. Ik kan dus ook niet reageren op jullie comments. Behalve als ik op het werk ben. Maar dan weet ik dat. Maar goed, in ieder geval tot de volgende. En laten hopen dat het volgende week wel weer gewoon kan. En anders ga ik gewoon veel wifi profiteren op stage en op mijn werk. Maar goed, doei!